Het landelijk goede doel Handicap NL, dat voorheen het Fonds Verstandelijke Gehandicapten en Revalidatiefonds heette, dat richt zich dit jaar vooral op Flevoland. Waarom zou je denken? Maar er zijn heel weinig buddies in onze provincie. En dat is allemaal speciaal voor mensen met een beperking. En een buddy, dat is eigenlijk een speciale vriend. Een vrijwilliger die regelmatig iets leuks doet. Of met of voor iemand met een handicap of met een beperking. Het buddyproject was eerst van Best Buddies uit Almere. Maar dat stopte een jaar geleden. En Handicap NL wilde het project wel overnemen op één voorwaarde. Dat Marcia van Beek mee zou komen naar Handicap NL. En nu maakt Almere zich dus hard voor deze speciale vriendschappen met verstandelijk beperkten in Flevoland. En de studio zit vol vandaag, want behalve Marcia zijn ook Ricardo Smit, zijn vriendin Yvette Veerman en buddy Rogier Tauber in de studio. Welkom allemaal. Dankjewel. Marcia, we willen graag bij jou beginnen. Jij was plaatsvervangend directeur van Stichting Opkikker. Je bent daarna interim directeur bij Best Buddies geworden. En nu ben je dus projectmanager bij Handicap NL. Je zit al heel lang in deze business. Ik doe het even voor de mensen die niet kijken, tussen aanhalingstekens. Het moet wel een hele eer geweest zijn dat die laatste club jou per se wilde inlijven, hè? Ja, ik vereerd. Leuk. Ja, heel bijzonder. Handicap NL is natuurlijk een prachtig doel. En om daarvoor te werken voor het buddiesprogramma, dat was fijn. En voor ons was het ontzettend prettig dat het buddiesprogramma kon voortbestaan. En we hadden op dat moment echt een hele hoop buddykoppels die in het water waren gevallen, zeg maar, of in het niet waren opgegaan als dit niet had doorgegaan. Dus wat ons betreft en wat mij betreft was het gewoon heel belangrijk dat dat doorging in ieder geval. Dus geweldig dat Handicap NL ons de kans wilde geven om vanaf januari als buddies van Handicap NL verder te gaan. Het zijn al die buddies die destijds wel werkten in Flevoland ook meegegaan in het nieuwe project? In principe zijn alle buddykoppels meegegaan. Dat bleek mooi. Alleen toen we onderzoek gingen doen, zeg maar, en eens goed aan de boom gingen schudden, dat er wat minder koppels overbleven als dat we gehoopt hadden. Maar we zijn nu gewoon mooi op sterkte. We hebben op dit moment 300 koppels door heel Nederland. En we starten aan het begin van het jaar met 140 koppels. Dus het is echt een groei van meer dan 100%. En de bedoeling is dat we dat in 2020 dat we zo'n 250 extra koppels dat we daarmee gaan groeien. Dus we hebben een mooie ambitie liggen. Heb je dan alleen over Flevoland? Of nee, is die 250 landelijk gezien? Ja, dan heb ik het over heel Nederland. Want we werken dus op dit moment in 36 gemeenten door heel Nederland. We zijn de landelijke maatjesorganisatie op het gebied van vriendschap. De bedoeling is dat we in Flevoland het komende jaar goed op de kaart komen te staan. En vandaar dat we het ontzettend leuk vinden dat we vandaag hier zijn. Ja, nou, dat op de kaart komen te staan, dat is nu even gelukt. Ja, daar zijn we heel blij. We gaan ervan uit dat het ook iets oplevert. Laten we het in ieder geval hopen. Ja, Yvette Veerman is ook hier. Ja. Jij zoekt nog een buddy, hè? Ja, klopt. Waar ligt het aan dat je er nog niet één hebt? Omdat ik pas nog niet zo lang de ambassadeur ben van buddies. Ja. En ik kon zelf nooit één vinden. Ja. Want zelf ben ik ook niet echt van, hoe zeg je dat, om goede maatjes te zoeken. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, dan word ik zelf maar ook ambassadeur. Ja. En wat Ricardo, die naast jou zit, die heeft volgens mij wel een buddy op dit moment. Maar hij vindt het heel erg dat jij er nog niet één hebt. En dat is ook de reden dat je echt heel hard op zoek bent. Want waarom wil je zo graag een buddy? Om ook zelf ook meer leuke dingen te doen. En soms ga ik wel eens met hem mee, met zijn buddy, om leuke dingen te doen. Maar ja, dat is toch, ja, heel anders. Ja, wat zou je willen doen met iemand? Stel nou dat er iemand luistert die zegt, nou, het lijkt me een leuk mens, die Yvette. Ik wil best wel eens wat met jou doen, maar wat zou je willen doen? Want het moet ook wel een beetje bij de ander passen, denk ik, of niet? Zeg maar meer, hoe zeg je dat? Nagels lakken. Oh, je zoekt iemand die het leuk vindt om jou lekker even in de watten te leggen. Ja, ja. En waarom ook niet, zou ik denken. Ja. Ja. En ook, zeg maar, mijn
meer ook samen ook praten. Ja, ja, logisch. Maar wat af en toe ga je dus wel mee met de buddy van je vriend Ricardo. Dat is Rogier Tauber, die hier ook is. Maar nagelslakken, dat ga je... Nee, ik heb het niet om gevraagd nog, eerlijk gezegd. Ik wil best even oefenen, Rogier. Je kan echt alles leren. Ja, dat klopt. Maar jij bent dus iemand die al actief is als buddy. Hoe lang al? Ja. Ik heb me in mei 2017 aangemeld. En ik weet niet precies hoe ik nou bij Best Buddies, het vorige initiatief, terecht ben gekomen. Toen waren er niet heel veel mensen in de buurt. Uiteindelijk, denk ik, in augustus voor het eerst een kennismakingsgesprek gehad met Ricardo. Kijken of we elkaar aardig vonden en of dat klikte. En dat ging goed. Dus na de terugkoppeling ook van de supporter omheen. De keuze gemaakt om dat samen op te pikken. Maar wat was voor jou eigenlijk de reden om je aan te melden om buddy te worden? Ik denk ook een beetje... Ik werk in online marketing. En dat is allemaal campagnes. En dat is hartstikke leuk om te doen. En daar haal je ook wel bepaalde voldoening uit. Maar het is niet dat je echt denkt van aan het einde van de dag... van ik heb nu echt iets goeds gedaan voor de wereld. Maar wat nuttigs doen? E-mails die afgeleverd worden op tijd. Volgens bepaalde campagne. Maar... niet alleen vanuit mijn eigen perspectief, hè, dat het mezelf een goed gevoel geeft... maar ook dat er gewoon veel mensen zijn die het wat moeilijker hebben... om iemand te vinden of leuke dingen mee te doen. Dus zodanig ben ik dan toch wel toevallig bij Best Buddies terechtgekomen... en bij Ricardo. En eigenlijk later kreeg ik Yvette er ook bij. Zo is het eigenlijk. En nu dat nagellak. Heel vaak met z'n drietjes leuke dingen gaan doen. Ja. Gingen doen. Ja. Dus naar de film, lekker even ergens koffie drinken. Ja, eten. Als zij gaan sporten, kom ik af en toe kijken als er een wedstrijd is. Ja. Krijg je daar een tevredener gevoel van, dan het afhandelen van die mailtjes, zou ik maar zeggen? Een ander gevoel wat ik misschien niet volledig haal uit het afhandelen van mailtjes. Nou, het is niet zozeer dat ik de mailtjes afhandel, maar het is meer dat ik help bedrijven zo'n campagne op te zetten. Een andere manier, andere voldoening toch wel, ja. Ja, en voldoening is heel belangrijk in je leven. En zeker als je daarmee anderen helpt, dan krijg je dat natuurlijk veel sneller dan dat je iets voor jezelf alleen maar doet. Ja. Ja, zullen we zo nog even verder gaan praten? Gaan we doen. Ja, ze zijn er nog steeds, namelijk even kijken, Ricardo Smit, Yvette Veerman, projectmanager Marcia van Beek van Handicap.nl. Of nee, Handicap.nl moet ik gewoon zeggen. En Rogier Tauber, hij is buddy. We hebben het over het landelijk goede doel Handicap.nl. Dat voorheen dus het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds heette. En ze zijn op zoek naar buddies. En we hopen dat jij, als je nu luistert, je aangesproken voelt. En je straks gaat aanmelden. Of dat je er op zijn minst even over na wilt denken. Rogier, jij bent dus zo'n peer buddy, heet dat dan officieel. Hoe lang heb je erover getwijfeld of je dat wilde doen of niet? Ik heb er niet, denk ik, heel lang over getwijfeld. Ik denk dat het redelijk snel gegaan is vanaf het moment dat ik dacht van dit wil ik gaan doen. Ik heb daarvoor ook wel... van kennissen, vrienden die ook al sociale activiteiten doen. Zoiets van, hey, wat goed, hè? Wat belangrijk. En toen ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt om dan een buddy te gaan zoeken... toen is het eigenlijk vrij snel gegaan. En binnen een paar maanden contact gekregen met Ricardo. En het traject begonnen. Zo. Ja, waren er wel dingen waar je over twijfelde voordat je ja zei? Je moet een jaar eigenlijk minimaal je aan iemand verbinden. Hè? Dat is eigenlijk de voorwaarde. Ja, plus dat je ook eigenlijk niet natuurlijk van tevoren weet aan wie je gekoppeld wordt. Natuurlijk is er wel een soort van introductie die plaatsvindt. En ik denk voornamelijk, als een van de partijen denkt van nou, dit zie ik niet zo zitten, dan zal het ook niet gebeuren. En nee, naar een dat andere lijkt wel voor de andere persoon niet leuk om een jaar aan iemand vast te zitten waar niemand waar je niks mee hebt. Nee, en de frequentie, in principe is om de
week zijn we begonnen om gewoon contact te hebben. Veel dan kwam ik langs, maar ook bellen kan. En dan los van dat regelmatige contact dan ook nog leuke dingen ondernemen. Een uitje in het weekend. Kijk, nu zijn we al 2 jaar verder. En het is denk ik ook wel meer gegroeid in een soort van vertrouwensband. Hè. Dus als er dingen zijn waar ze beiden mee zitten of één van hen, dan weten ze ook mij te vinden en dan bellen ze me op en dan spreken we erover. Kan je daar iets, ik snap dat dat een vertrouwensband is, maar kan je daar iets over zeggen? Waar moeten we dan aan denken? Nou, dat kan zijn problemen. Hè. Yvette heeft een tijdje in een... Sorry, Ricardo, ga je gang. Bijvoorbeeld inderdaad, dat om een voorbeeld te geven, dat Rogier bij een NK skielerwedstrijd van Supercool was aan het kijken. En dan dat heeft hij nog nooit gezien inderdaad. En inderdaad, dat schaatsskieleren van Supercool, dat is voor mensen met een verstandelijke beperking. En dan leert hij weer anderen kennen. En dan inderdaad dan de ouders en de begeleiders dan. En dan inderdaad dan staat er... vertelt hij ervan dat hij inderdaad een peer buddy is van mij. En dan inderdaad vertelde ik inderdaad dat hij verder inderdaad aan het proberen weg aan de weg te timmeren was om inderdaad net zo goed mogelijk op haar manier te doen met het schilderen. En dan inderdaad dan vertelde ze ook inderdaad afgelopen nou ja, dat ze inderdaad vorig jaar dan inderdaad in het blad kwam van samen van Handicap NL. Ja. En dan inderdaad wat buddies heb. En dan inderdaad dan vertelde ze dat dan inderdaad. En dan vertelde ze inderdaad dan sommige aan de ouders daarvan of aan de begeleiders. En dan zeiden ze van... Gewoon wat leuk. En dan zijn ze toch al geïnteresseerd en doneren ze op dat blad. Ja, dus dat is eigenlijk een manier om ook nog nieuwe birdies er weer bij te krijgen. Ja, op die manier wel, ja. En dan vertelde ik dat inderdaad in dit geval een Masje en een Rogier. En dan staan ze daar ook inderdaad met positieve geluiden naar te kijken, te luisteren en te kijken van wat ik sowieso als ambassadeur al sowieso zo goed mogelijk met beste voor doen om met de precies, want die ambassadeurs, dat is dus heel belangrijk voor jullie, Marcia. Ja, de ambassadeurs zijn zeker belangrijk voor ons, maar het ambassadeurschap is ook belangrijk voor onze buddies. In plaats van dat ze praten vanuit zorg die ze nodig hebben of vanuit hun beperking, praten ze nu van een stukje... ik ben ambassadeur van buddies en ze zijn ervaringsdeskundigen in het hele buddieschap. Ja. En dat is een heel andere manier van kijken naar de situatie en van erover over praten. Wij trainen hun ook. 4 keer per jaar komen we bij elkaar en doen we allemaal leuke dingen vooral. Maar leren wij hun ook van hoe ze zich beter kunnen presenteren. Als we naar een school gaan bijvoorbeeld om peer buddies te werven, dan komen zij mee en dan vertellen ze hun verhaal van hoe belangrijk het is. En met name bij studenten op hogescholen waar wij ook werven, is het heel leuk om vanuit de eerste hand te horen van ervaringsdeskundigen van wat het vriendschapsprogramma nou eigenlijk voor hun betekent. Ja. En vandaar dat zij voor ons belangrijk zijn en wij weer voor hun. Dus vullen we elkaar aan. Ja, iedereen heeft er ook belang bij, hè, uiteindelijk. Absoluut. Want het is niet alleen maar in het belang van de mensen die een buddy nodig hebben, maar ook in het belang van jou, Rogier, neem ik aan. Uiteindelijk, je had het er straks al over, dat je er uiteindelijk een goed gevoel van krijgt, dat je anderen helpt. Ja. Wat biedt het jou nog meer, dat je nu een buddy bent van iemand? Want je begint een hele bijzondere vriendschap op een beetje een toch wat zakelijke manier eigenlijk.
Ja, ik denk dat het is wel zo begonnen natuurlijk. Hè? Maar op een gegeven moment verwatert dat al. Hè? Ik bedoel, je vergeet op een gegeven moment hoe het begonnen is. Hè? Dus nu zie ik het ook meer als een soort vriendschap die ontstaan is. Het is een soort gedwongen huwelijk bijna, zou nou, je kunnen nee, zeggen. Er is niks gedwongen meer aan eigenlijk. Het is niet helemaal gedwongen, nee, maar je begint op basis meer van niks eigenlijk met z'n ja, tweeën. Maar het is ook wel gewoon een hele vrije keuze. Hè? Je kan er na een bepaalde tijd mee stoppen. Maar ik denk dat we het allebei, of alle drie, niet willen. En dat nee, we er gewoon allemaal plezier aan beleven. Ja, ja. En om heel even kort nog terug te komen, hè, op die vraag eerder, vertrouwenspersoon. Ja, waar heb je het dan over? Het zijn niet altijd hele vrolijke dingen. Dat van jouw voorbeeld is natuurlijk positief, maar soms, ja. Yvette heeft dan in begeleid wonen gezeten in Amersfoort. En als daar dan problemen waren, ja, of ze moest naar een andere kamer. Dat kan best heel veel impact hebben. Ja, dan kan je dan ook met haar over praten. En ja, dan kan zij dan ook met mij gewoon makkelijk. Ja. Ik sta daar verder vanaf. Maar kan jij ook helpen daarin? Steek je dan ook de helpende hand uit en zeg je, nou joh, ik ga wel even wat dingen regelen? Of ben jij meer degene die een hengel geeft in plaats van een vis? Ik denk dat ik wel meer op de achtergrond sta. Ja. Er zijn natuurlijk hulpverleners die dichter op hen zitten. Zowel voor Yvette als Ricardo. Ja. Dus ik sta wel daar wat verder vanaf. Mm-hmm. Maar dat maakt het misschien voor hen ook weer makkelijker om bepaalde dingen tegen mij te zeggen. Omdat het misschien wat minder politiek beladen is. Ja. En, ja, kan je eigenlijk zomaar buddy worden, Marcia? Of moet je... Ja, nou, wij houden wel een intakegesprek met iemand. Want ik vind wel altijd belangrijk dat wij zelf het gevoel moeten hebben van zo iemand willen wij ook graag op de bank hebben. En we willen graag weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Dus wij weten welke cliëntbuddies we hebben. Wij weten op een gegeven moment welke peerbuddies we hebben, welke vrijwilligers we hebben. En op basis van die informatie die we zelf vergaard hebben, gaan wij de matching doen. Ja. Dus het is een heel zorgvuldig proces. En als tijdens het matchingsgesprek blijkt dat, dat het geen goede match is, dan zien we er ook van af. En ook als het gedurende de periode blijkt, wij doen de hele begeleiding bij de vriendschap. Hè. Wij zeggen in principe, ga je de vriendschap aan voor een jaar, maar dat is natuurlijk geen verplichting. We zeggen dat wel, zodat het ook niet vrijblijvend is. Ja, de doelgroep waar wij mee werken is een hele kwetsbare doelgroep. Vaak gepest vroeger. Ja. En vinden het zelf heel moeilijk om vriendschap te sluiten. Ja. Op het moment dat dan een vriendschap gesloten is, is het ook belangrijk dat je op een gegeven moment, op het moment dat zo'n vriendschap eindigt, wat natuurlijk altijd kan gebeuren, dat je daar geen kwaad van ondervindt. En dat je ook snapt waarom de vriendschap eindigt. Dus daar hebben we ook een heel programma voor. Mocht dat ooit gebeuren, dat begeleid wordt. Het kan ook zo zijn, misschien dat iemand stopt met buddy zijn, maar nog wel zo nu en dan wat van zich laat horen, dat bijvoorbeeld. Klopt. Alleen in mindere mate wellicht. Dat is wat wij vaak ook met studenten zien. Wij bieden dit programma, dit vriendschapsprogramma, ook aan als stage, met name voor social work, HBO, MBO. En wat wij dan zeggen is dat we het in principe voor een jaar aangaan en dat we hopen dat de leerlingen later zo die vriendschap zijn aangegaan dat ze het ook niet meer kwijt willen. En het leuke is te vermelden dat zo'n 70% van de leerlingen later ook bij ons blijft als vrijwilliger. En ik denk wel dat dat uniek is en dat dat ook wel iets zegt over het vriendschapsprogramma en hoe die binding dan tot stand komt om te beginnen, zeg maar, vanuit interesse en logistiek en leeftijd, zeg maar. En dat uiteindelijk toch over het algemeen een hele goede match blijkt, zodat ze de vriendschap behouden. Ja. Nog één laatste vraag, want tenminste wat mij betreft, wat ik nog graag wil vragen. Want ik begreep dat er in Friesland al zoveel buddies zich aangemeld hebben dat je daar gewoon niet meer terecht kan. Maar in Flevoland, juist hier, klopt, een heleboel mensen nog gezocht worden. Hoe kan dat? Wonen er andere mensen in Friesland? Of doen jullie andere dingen hier, waardoor het hier niet zo bekend is? Nee, het heeft te maken met het feit dat we met buddies van HandicapNL gestart zijn in januari 2019. Vorig jaar. Nog even wennen aan vorig jaar. Inderdaad. dus net krap. Net een jaar, zeg maar. En we zijn eigenlijk begonnen daar waar we al contacten hadden op hogescholen. En dat was toevallig in Friesland hadden we een contact op hogeschool wat in Ena explosief aan ging melden. Maar ook op een mbo-school. En in Ena hadden we daar zoveel leerlingen en zoveel vrijwilligers dat we het niet konden handelen. In Flevoland gaan we dat starten.
starten vanaf nu. En ik hoop dat deze uitzending daar ook bij helpt. Ja. We gaan contacten leggen met Windesheim. En we hopen dat we volgend jaar rond deze tijd ook kunnen zeggen dat het in Flevoland zo mooi loopt als dat het voor de rest door heel Nederland loopt. Dat horen we dan heel graag. Ja, ik wil nog één ding aan Yvette vragen, want jij bent dus echt op zoek naar een buddy. En je bent ook ambassadeur voor Handicap NL. Zeg nog even kort, waarom zou iemand buddy van jou moeten worden? Ik kan even reclame maken nu. Omdat ik dan meer leuke dingen kan doen. En ook meer dat ik niet altijd... dat ik ook wel eens niet altijd samen hoef te doen, maar ook zeg maar alleen met mijn buddy. Ja. Ja. Want kun je andere dingen doen. Ja, want nu doe ik elke keer samen met Ricardo. Maar soms, gewoon echt een buddy voor jouzelf. Ja. En die vet is een superleuke meid. Oh, ja. Het is dat ik te oud ben, anders dan zou ik haar vriendin zijn. Want het is echt een schat van een meid. Ja. En, dus ik zou niet weten waarom we geen buddy voor die vet zouden kunnen vinden. Nee. En, maar kunnen de buddies zich melden, Marcia? Dat kan bij ons secretariaat. Je kan een mail sturen naar buddies@handicap.nl, nu wel .nl. Als je je aanmeldt, je kunt je ook aanmelden via de website. Dat is het handigste. Dat is www.handicapnl/buddies. Aanmeldformulier en dan kun je aanmelden als peer buddy. En dan nemen wij direct contact met je op. En ik hoop echt dat er een hele leuke buddy voor Yvette tussen gaat zitten. Of voor anderen. En voor anderen, net absoluut. Zo belangrijk. Ja. Leeftijd is in principe, we zijn een jongerenprogramma. Dus in principe is de leeftijd voor de peer buddies tot 40 jaar. Goed, nou, heel erg wijs dat jullie hier geweest zijn. Ik vond het echt heel stoer. Dank jullie wel. En echt heel erg leuk ook. En ik hoop echt oprecht dat het een heleboel buddies oplevert. Maar op zijn minst één voor je vet. Ja.